Het is de week van de toegankelijkheid. Maar wat bedoelen we precies met toegankelijkheid? En waarom is een speciale week rond dit thema belangrijk? Dat wordt duidelijk in de gesprekken die Corné Kremers had op verzoek van de stichting Toegankelijk Land van Kuik. Stichting Toegankelijkheid Land van Kuik bestaat sinds juli dit jaar. En binnen dat platform, binnen die stichting, vallen nog gewoon de 5 lokale platforms in onze gemeente Land van Kuik. Jannike, jij bent voorzitter van die nieuwe stichting Toegankelijkheid Land van Kuik. Ja, Toegankelijk Land van Kuik. Toegankelijk Land van Kuik. Ja. Maar ook voorzitter van het platform Toegankelijkheid in Graven. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, wij zijn op een gegeven moment elkaars gezelschap gaan zoeken als platforms. En gaandeweg is gekeken van nou ja, wat voor bestuur gaan we vormen en wie wordt penningmeester, secretaris en voorzitter. En, ja. Dan bedacht is van, dan word jij een keer gewoon maar weer voorzitter. Ja, zoiets. Ja. Ben jij ook actief in dat nieuwe stichtingbestuur, Chantal? Nee. Chantal Hendricks is ook bij ons aan tafel, maar wel actief in het platform Toegankelijk Graven. Klopt. Hoe ben je daarin terechtgekomen destijds? Hoe lang is dat geleden? Dat is een jaar of 5 geleden nu. Jannike die heeft mij destijds benaderd. Wij kenden elkaar al en Jannike heeft mij toen benaderd met de vraag of ik mee wilde werken aan een film over de toegankelijkheid van diverse openbare gebouwen in Graven. En ik heb toen aan die film meegewerkt en volgens mij niet lang daarna heb ik me echt bij het platform erbij aangesloten. Ja, en de tijd daarvoor, want je zit al best lang in de rolstoel. Waarom van tevoren eigenlijk nooit gedacht van, dat is misschien wel iets voor mij? Omdat ik het eigenlijk al veel te druk had met allerlei andere dingen. Ja. Nee, ja, ik weet niet, daar is geen specifieke reden voor. Nee. En waarom toen wel? Dat je zei, daar wil ik eigenlijk toch wel voor in zetten. Nou, omdat ik vanuit mijn ervaring met mijn rolstoel ook wel regelmatig obstakels letterlijk en figuurlijk tegenkom in openbare gebouwen of gewoon in de openbare ruimtes. En ik denk dat op dat moment gewoon de tijd rijp was voor mij om daar ook actief iets aan te willen gaan proberen te veranderen. Ja, en de tijd daarvoor, als je dan bijvoorbeeld iets tegenkwam in de winkel of de horeca of iets anders in Graven, waarvan je dacht van dat kan eigenlijk beter, zei je daar dan al iets van? Ja, meestal wel. En hoe reageren mensen dan? Ja, dat is toch altijd lastig voor mensen om in te schatten wat ik daar precies mee bedoel. Ja. Ik kan wel zeggen, een stoepje is te hoog. Of een ingang of een drempel. Maar als iemand dat niet zelf ervaart, dan horen ze mij wel aan en dan beloven ze wel dat daar iets mee gedaan wordt. Maar vervolgens verdwijnt het vaak weer onder op de stapel. Ja. En als je dat als platform doet, dan maakt het meer indruk? Ik heb het idee van wel. Ja. Ja, omdat ik het dan niet puur vanuit mij persoonlijk benoem, maar eigenlijk dat ik spreek op dat moment namens meerdere mensen met een beperking. Dus op die manier is het wel positief dat je die lokale platforms hebt, maar dat er ook een overkoepelend iets is. Ja, zeker. Ja. Hoe ben je zelf hier actief in geworden, Jannike, in het platform Toegankelijk Graven? Ik ben destijds gevraagd door Rienes Rijk, die was toen voorzitter van het platform. En die wilde stoppen als voorzitter en was op zoek naar een vervanger. En hij wist dat ik in verschillende besturen zat. En eigenlijk ben ik zo op die manier benaderd. Niet omdat ik iets met het onderwerp had. Ja. Want ik wist heel weinig van mensen met een beperking. Inmiddels is dat wel wat veranderd, omdat ik sindsdien ook, ik werk tegenwoordig als freelancer bij de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden. Waar ik webmaster ben en waar ik ook eindredacteur van het kwartaalblad van die stichting ben. Ja. Dus inmiddels weet ik veel meer van met name de wereld van blinden en slechtzienden. Ja. En waar verbaasde je jezelf over toen je daarmee begon in die rol als voorzitter, dat je dacht van, daar heb ik zelf ook nog nooit over nagedacht? Oh, zoveel. Ja? Dus echt zoveel. Ja, de toegankelijkheid van gebouwen, dat mensen zich niet bewust zijn van wat voor obstakels mensen met beperking tegenkomen. Stoepen die volgezet worden met spullen. Echt, er is zoveel wat ik heb ervaren waarvan ik dacht, dit heb ik gewoon nooit geweten. En het verandert daardoor ook wel hoe je zelf je in de openbare ruimte begeeft. Ja.
ik zet nooit meer mijn, stoep er, mijn fiets ergens op een stoep. Hè. Nee. Dat, dat heb ik al afgeleerd. Ja. En, nou ja, je hebt veel meer oog voor de beperkingen die er zijn. Ja. Bij mensen en ja, hoe ze daarmee het beste om kunnen. Maar is het daarom ook belangrijk dat zo'n week van de toegankelijkheid, dat dat elk jaar weer groots wordt uitgepakt om ja. juist mensen, zoals je zelf ook zegt, als je er niks meer te doen, dan denk je er eigenlijk helemaal niet over na. Precies, en dat is dus de reden dat het zo belangrijk is. Mensen bewust maken van een behoorlijk aantal mensen in deze gemeente leeft met een beperking. Ja. En sta er maar eens bij stil wat het betekent en kijken wat je er zelf aan kan doen. Ja, ja. Hoe sta je er zelf in, Chantal, in de toegankelijkheid van bijvoorbeeld graven? Zeg je van, ja, het is eigenlijk in al die tijd wel verbeterd, of je zegt, nou, eigenlijk moet het nog echt veel beter worden? Ja, er zijn zeker nog wel verbeterpunten. Wat ik het lastige aan graven vind, is dat het centrum ziet er heel mooi historisch uit. Maar al die klinkertjes en kinderkopjes zijn echt een kriem om daar met een rolstoel je doorheen te begeven door die straten. Ja. En ja, dat zijn dingen waarin de gemeente ook zegt van, daar zijn gewoon weinig concessies in te doen. Ze willen heel graag het historische uiterlijk behouden. Hm. Maar tegelijkertijd geeft dat voor mij als rolstoeler en ook een groep blinden en slechtzienden, geeft dat gelijk weer een aantal beperkingen extra. En verhuizen is geen optie, hè? Verhuizen is geen optie. Nee, ik hoor in graven thuis. Ik ga niet weg. Ja, want dat is iets wat je dan ook wel eens hoort of ziet, hè? Dat mensen zeggen van, nou ja, als je huis aangepast moet hebben, dan verhuis je toch lekker naar een huis wat al is aangepast. Ja, nou ja, zo werkt het dus niet. Nee, ik heb dat ooit wel gedaan. Ik heb in Kuik gewoond. Ja. In een huis wat helemaal aangepast was. Maar ik had zo'n heimwee naar graven dat ik... Maar is dat echt een idee wat gewoon door mensen bedacht wordt die ergens achter een bureau zitten en gewoon helemaal geen feeling hebben met mensen met een handicap? Dat je denkt, nou, dan ga ik gewoon echt bij jouw standaard wonen waar het wel klopt. Ja, dat maak ik wel, mee inderdaad. Hm. En ik heb zelfs ook een keer van de woningcorporatie ook te horen gekregen van, joh, we hebben ergens anders ook nog wel een mooi aangepast huis voor jou. Ja. Dat ik zei, dat wil ik niet. Ik wil gewoon hier blijven. Ik hoor in graven. Ja. En nee, ik ga daar niet meer weg. Nee. Graven, Jannik, is denk ik wel een plaats waar veel mensen meteen het verband leggen met blinden en slechtzienden. Ja, ja, zeker. En maar hoe lastig is het dan voor jullie als platform te zeggen, ja, maar het gaat om meer mensen dan alleen visueel gehandicapten? Nou, dat is niet per se lastig, want we hebben in ons platform, we zijn met 12 mensen, verschillende mensen ook in een rolstoel. En dus die balans die wordt echt wel binnen het platform goed gehouden. Mm-hmm. En ik denk dat wij binnen de gemeente Land van Kuik inderdaad redelijk uniek zijn omdat er in Graven relatief gezien veel meer mensen met een visuele beperking wonen. Mm-hmm. En dat wij, wat wij in Graven doen, dat dus ook uitgerold kan worden over de gemeente Land van Kuik. Dus ik denk dat het ook zo werkt. Ja, ja. En ja, nu de gemeente Graven is opgegaan dus in die gemeente Land van Kuik, wat merk je dan als verschil, zeg maar, met het contact met de gemeente tegenover eerst het contact met alleen de gemeente Graven? Het is nog een beetje zoeken. We hebben een contactambtenaar toegewezen gekregen en we hebben een contactwethouder. Het is voor alle partijen een beetje zoeken van welke vragen leg ik waar neer en komt daar dan een reactie op? Wij hebben natuurlijk soms vragen over de openbare ruimte en onze contactambtenaar is niet iemand van de openbare ruimte. Nee. Dus die moet die vragen ook weer uit gaan zetten binnen de gemeente en dat werkt soms wat stroperig en wat langzamer daardoor. En ik kan me voorstellen dat niet iets is dat je zegt van, dan wachten we rustig tot dat antwoord komt. Nee, dat klopt. wij hebben in de Week van Toegankelijkheid ook een actie, omdat wij geen goede reactie hebben gekregen op het feit dat er geen zebrapad aangelegd is bij de herinrichting van de Trompettenstraat. Mm-hmm. We hebben vooraf, dat was heel goed, aan tafel gezeten toen die Trompettenstraat heringericht werd, hè, toen het op papier stond. Het enige waar ik dus geen rekening mee gehouden is met ons verzoek om het zebrapad ter hoogte van de bibliotheek terug te leggen, want dat was altijd.
Nou ja, en in dit geval gaat dat dan dus via de ambtenaren en die hoort dan weer van haar collega's, ja, nou ja, dit is ons besluit en daar laten we het mooi bij. Ja. Ja, dat werkt dan heel onhandig, dus we gaan daar een actie op voeren en dan hopen we dat het werkt. Gaat veranderen, ja. 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 Het thema dit jaar van de Week van de Toegankelijkheid, Chantal, is de sociale toegankelijkheid. Mm-hmm. Wat denk je aan als we het hebben over sociale toegankelijkheid? Over sociale toegankelijkheid denk ik vooral dat het gaat over niet zozeer de toegankelijkheid als in is er een trapje of een drempel waar ik overheen kan, maar meer over hoe mensen om je heen het ervaren dat jij als iemand met een beperking ook in de maatschappij staat. Ja. Als ik even terugdenk aan jaren geleden toen ik met mijn beste vriendin uitging in een discotheek, hoe vaak zij wel geen complimenten kreeg dat men het zo knap vond dat zij een meisje in een rolstoel een avondje mee uitnam. Ja. Nou, ik moet zeggen dat het gelukkig tegenwoordig allemaal wel wat normaler lijkt te worden dat ook wij ons in de maatschappij begeven. Maar ik denk dat dat vooral ook heel belangrijk is, dat, dat mensen zien dat ik niet alleen maar Chantal met reuma ben, maar dat ik gewoon Chantal ben. Ja. Maar dus juist het serieus genomen worden. Ja, dat je ook gewoon als volwaardig gezien moet worden, ook al heb je een handicap. Ja, absoluut. Ja. Ja. En wat deed je dat dan? Als je dan vroeger in zo'n discotheek zat en dat je vriendin gecomplimenteerd werd en jij zat er een beetje bij? Ja, dat voelt niet leuk. Nee, dat voelt echt niet leuk. Dus op een gegeven moment hadden we ook bedacht van misschien moeten we maar gewoon zeggen dat dat zij zelf er ook niks aan vindt, maar ja, dat ze nou eenmaal met mij opgescheept zit, dat ik haar goed betaalde om een avondje mee te mogen. En dan wel wellicht wat goedkope consumptiebonnen waren. Ja, precies. Precies, ja. Ja. Want merk je dat ook bijvoorbeeld als je het hebt over werk, vrijwilligerswerk of betaald werk, dat lastiger is? Nee, ik denk dat ik daar wel veel positieve ervaringen heb. Ik doe vooral vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Ik heb jaren geleden wel part-time een betaalde baan gehad. Maar dat bleek niet zo heel goed voor mijn handen, voor mijn vingergewrichten te zijn. En wat ik heel demotiverend vond toen, was dat ik er eigenlijk het feit dat ik naast mijn WAJONG-uitkering een betaalde baan had. Ik hield daar netto in de maand zo weinig echt aan over dat het voor mij niet opwoog tegen de nadelen die het werken mij bracht. Nee. Dus in mijn geval, het eigenlijk heel grof gezegd in de vernieling helpen van mijn handen, die toch heel belangrijk zijn, dat vond ik niet opwegen tegen het klein beetje financiële extra wat dat... Nee. Wat doen jullie daar in toegankelijkheidsplatform Land Verkuik ook wat voor, Jenneke? Of voor het werk, betaald werk, zeg maar, voor mensen met een handicap, een beperking? Bijvoorbeeld richting gemeente, hè? Want gemeente Land Verkuik, grote gemeente, veel vacatures. Ja. Iedere week zien we het ongeveer wel in de krant staan van de gemeente. Ja. We hebben daar tot nu toe niet echt actief een rol in gespeeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit een onderwerp is van gesprek met de gemeente. Ja. Want iedereen moet mee kunnen draaien in de maatschappij. Ja. Dus waarom niet mensen met een beperking aannemen als gemeente? Ja. Zeker als gemeente, als voorbeeld. Ja, we praten deze week nog met de verantwoordelijke wethouder volgens mij. Hè? Ja. Dus daar kunnen we het ongetwijfeld nog over hebben, denk ik. Zeker. Dat we niet vast op de agenda zetten. Want we straks deze week gaan vragen aan wethouder Willy Hendricks van Haar. Hoe staat het met de werkgelegenheid? We gaan afsluiten. Chantal, als we vooruit gaan kijken, nu de week van de toegankelijkheid over de sociale toegankelijkheid. Maar als we vooruit gaan kijken naar de toekomst, van ja, waar hoop je over 10 jaar te zijn? Dat je zegt, nou, als we dat gerealiseerd hebben, dan ben ik echt tevreden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de ontwikkeling zoals die nu de afgelopen jaren al doorgezet is, dat gewoon zo moet blijven gaan. En dat het dus eigenlijk steeds normaler wordt dat mensen met wat voor beperking dan ook, zonder al te veel moeite mee kunnen draaien in de maatschappij. En dat het eigenlijk gewoon heel vanzelfsprekend wordt, dat ook wij erbij horen. Ja. En dat geldt voor jou, Jenneke, als voorzitter van het platform? Dat onderschrijf ik in ieder geval. En ik denk dat wij over 10 jaar nog veel meer eensgezind zijn met alle platforms van de voormalige gemeente.
En dan hoop ik dat wij ook, bijvoorbeeld gemeentebreed goede informatie kunnen geven aan alle inwoners. En inderdaad het doel dat iedereen mee kan doen in de maatschappij, dat weer een stapje dichterbij komt. Meer weten? Bekijk dan ook de andere interviews over de Week van de Toegankelijkheid. Via Omroep Land van Kuik.